Miwa. Is that correct? Groes Riowit. Groes Miwa. Ja, wij zijn hier speciaal voor Guus. He, dus wij zijn fan van Guus. En we dachten, ja, dit is natuurlijk once in a lifetime. Dus we hebben er een speciaal weekendje van gemaakt. Ja, je moet er wat voor over hebben. Vannacht moeten we om 3 uur weer eruit om terug te vliegen. Maar ja, dat is het waard. Ik voel hetzelfde. Ja! Helemaal. Tot ziens, hè? Ja, tot ziens. Met plezier. Dit is de Royal Amstel en dit is het podium. En dan hier gaat het gebeuren. Dit wordt mijn plek. Ja, als iets onwaarschijnlijks, weet je. Je kijkt ernaar en het is iets wat je alleen maar op filmpjes ziet. Die je normaal alleen in een film ziet. En zo'n zaal is het. Nou ja, dat die ogen. Ik wist dat dat ding hier stond en ik wist ook dat je. Dat het iedereen het mag gebruiken. Als je daar aangaat, dan zou ik als ik jou was bosjes peterselie in je oor stoppen, want het schijnt snoeihard te gaan. Ja, ik vond het echt een mega moment, echt als dat ding aangaat. Ik denk dat iedereen wel dan plotseling al binnen 2 seconden beseft waar die is. Als Jan-Willem straks Bach inzet op het orgel. Is het hard genoeg? Ik heb ook echt al een paar dagen uitgekeken naar die soundcheck, omdat je toch echt wel gewoon muziek wil maken en je wil ook weten hoe het is. We hebben volgens mij tot nu toe een prima dag in de Royal Amstel. Een fijne soundcheck. Eigenlijk is het iets te relaxed. Eigenlijk, dat is niet zo goed. Ik ga daar mijn omkleden. En dan moeten we nog ergens een foto op het podium maken. En dan wordt het langzaam met z'n allen aftellen tot 8 uur. Maar dat kan wel zo, toch? Dat je een soort van bizar idee hebt en dat is spelen in de Royal Albert Hall en dat er dan mensen zijn die dat net zo leuk vinden en moeite doen om dan hier naartoe te komen. En ja, dat is wel hartverwarmend. Dan moet ik vanavond dan denk ik toch maar door middel van een te gekke avond ze voor gaan bedanken. Omdat ik hier woon, mijn moeder kwam op bezoek en toen gingen we naar Guus Miwa. Ja, we hebben er heel veel zin in. He's been learning Dutch through his song, so. This is the train. Ding-a-ding. Ding-a-ding. Everyone loves ding-a-ding. Als we aftrappen, dan weet je, nou, je hebt gewoon het gevoel van oké, we zijn een soort van thuis en gewoon lekker spelen zoals altijd. Dan, als het goed is, dan valt het allemaal weg. En, trouwens, er zit 5.500 man, dus ik denk dat we ook wel iets van de zaal terugkrijgen qua energie. Een sigaar, de strijdslag, we gaan erbij.
achter in de tuin in de stad. Waar niemand is hoort, waar niemand is kent, niemand is stort. Voor mij ben jij de liefde, voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is, maar niets meer dan ik zou willen. Je bent alles voor mij. Ik wil je, ik blijf bij je, hou van je, het gaat nooit meer weg. Ik wil je, blijf bij je, hou van je, wie nooit staat van mij. Overweldigend, het was magisch, het was, ik ben een beetje beduust ervan, eigenlijk, dat is wel wat het is. Ik vind het van mezelf best wel knap dat ik 2,5 uur heb kunnen zingen, want eigenlijk was ik daar constant niet toe in staat. Ik was echt gewoon overman door enthousiasme en brok in mijn keel en dan weer, en op de meest rare momenten ook. Dacht ik, ik heb het nou onder controle en dan stond ik lekker te zingen en dan halverwege zing ik, kwam weer zo'n ding. En het was, ik raak niet uitgekeken. Ik keek niet, ja, alles is binnengekomen, dat zou zijn. Ja. Doei, Albert. Doei, Albert. Doei, Albert. Doei, Albert. Doei, Albert.